Het is een vrolijke jongen die de dagen dat hij nu hier is, een en al plezier uitstraalt. Die wil voetballen, die wil beter worden. Die ziet Sparta als springplank naar nog meer. Dus we gaan het beleven. Heb je er zin in om daarmee te beginnen? Ja, uiteraard. Heel veel zin. Ja. Spanning? Nee hoor, nee dat niet. Heel erg benieuwd hoe we ervoor staan. En de altijd gezonde wedstrijdspanning die het met zich meebrengt. Maar niet meer of minder dan anders. Maar ik heb vooral heel veel zin in. Ja. Hoe fit is jouw groep nu? Ja, nou, in ieder geval geen blessures. Hè. Je gebruikt ze voorbereiding om ze topfit te krijgen. Maar mijn ervaring is dat meestal dat echte topfitten, dat krijg je pas gaandeweg de competitie door veel wedstrijden te spelen, op niveau te spelen. Maar ik denk wel dat we een heel eind zijn. Hoe fit is Kitulano hier gekomen? Ik denk heel fit, hè? Ja, net zoals Laurensen. Ze zijn allebei, komen natuurlijk uit een lopende competitie. Dus die zijn fit en die hebben geen achterstand in ieder geval. Wat is jouw indruk van hem? Ja, goede speler. We hadden hem natuurlijk al live aan het werk gezien. We hebben veel beelden van hem bekeken. Hij is ook nog een hele jonge jongen. Hij is pas 20, heeft al meer dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Daar in Noorwegen. Hij is een hele slimme speler die veel ballen af kan pakken op het middenveld. En ze dan ook gelijk naar voren speelt en naar de juiste kleur. Dus dat is wel, hij is echt een goede speler. Ja, volgens mij, dat is misschien ook helemaal niet onbelangrijk, een hele goed lachse jongen. Ik heb hem bij interviews van hem gezien. Hij lacht heel veel. Ja, zeker. Het is een vrolijke jongen die de dagen dat hij nu hier is, een en al plezier uitstraalt. Die wil voetballen, die wil beter worden. Die ziet Sparta als springplank naar nog meer. Dus we gaan het beleven. Ja. Wij dachten dat jullie uitgewinkeld waren, maar vandaag is er toch nog een nieuwe speler gepresenteerd. Sambo, wat kan je over die jongen zeggen? Ja, Sambo is een rechtsback die in het verleden veel indruk heeft gemaakt. Niet alleen bij mij, maar bij veel mensen ook van de staf. Bij Jong PSV, volgens mij 2 jaar geleden nog 6 of 7 doelpunten en 10 assists. Dat kaliber. Is een speler die sinds maart weer eigenlijk helemaal terug is. Hij komt terug van een zware blessure. Aangesloten bij PSV 1. Met PSV in overleg gegaan. Hij heeft eigenlijk behoefte aan wedstrijden op eredivisieniveau. We hebben daar ook Dirk Abels op die positie. Dus die mogen met elkaar gaan uitvechten wie die strijd gaat winnen. Ik heb 2 andere types en dat is heel prettig. We hebben heel veel voor heel veel posities een dubbele bezetting. Maar ook veel andere types. En dat is, daar kun je ook per wedstrijd nog de keuze maken. Ja. Je hebt het naar je zin hier, hè? Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. En dat is natuurlijk vorig jaar al gegroeid, die laatste 4 weken. Maar ook toen ik de eerste paar dagen hier was, had ik het gevoel of ik al heel lang hier bij Sparta aan het werk ben. Dat voelt elke dag als thuiskomen. Dus ik ben helemaal happy, ik ben helemaal op mijn plek hier. Ja, want je werd in februari gepresenteerd. Nou, je bent eerder aan de klus begonnen. Toen zei je al, Sparta stond eigenlijk altijd op mijn lijstje van clubs waar ik altijd had willen werken. En dat gevoel is eigenlijk alleen maar bevestigd. Ja, nog steeds. Ik bedoel, van oudsher een schitterende club, traditieclub. Allemaal fatsoenlijke mensen, fatsoenlijke supporters. Dus in alle opzichten hopen we op een heel mooi huwelijk. Ja. Wat hoop je morgen vooral te zien? Nou ja, je hoopt vooral te zien hetgeen waar je al 6 weken mee bezig bent. In je speelwijze, in het inbrengen van nieuwe spelers. Je hoopt de stabiliteit te zien die er vorig jaar ook al was, met name achterin. We hebben natuurlijk wel wat spelers ook doorgewisseld. Hè. We hebben een nieuwe keeper, we hebben voorin wat nieuwe mensen. Achterin is het redelijk intact gebleven. Dus ja, in dat hele geheel stabiliteit en de creativiteit die we binnen hebben gehaald, dan hoop ik in ieder geval een goed Sparta te zien morgen die klaar is voor de competitie. Ja. Kitulano zit bij de selectie morgen? Ja, zeker.